Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. Ik bedacht me, terwijl ik de opname startte, bedacht ik, fuck, ik moet nog een timer erbij pakken. Dus dat ben ik ondertussen aan het doen, terwijl ik dit vol aan het lullen ben. Sander, hoe is het? Nou, dan kan ik even gauw de kat naar buiten laten. Dat is een goed idee. Ik ben hier. En dan kan ik ze doen zo, press A, oké. Als jij wil dat ik A press, dan press ik A in. En dan moet ik... Ja, dan gaat... Ready? Ja, gaat de tijd nu in. Yeah. Oh, ik haat motion controls. Ja, ik ben ook niet zo'n super groot fan van motion controls. I do not think being fan of motion controlling. Hey, dat is echt een Engels woord. Te vlot. Leenwoording. Wat ziek. Ja, dat is een Engels leenwoording. Zoals we dat in het Engels zouden zeggen. Dat klopt, ja. Die Engelsen kunnen goed Engels. Hier moet natuurlijk. Ja, echt hè? Dat is mij dus ook opgevallen. En ik heb dus... Ik ben nu bezig met een klein onderzoek van hoe kan dat nou? Nou, daar zijn we nog niet helemaal achter. Nee. Maar het wordt gedaan. Dus die dune... Ik heb dit gewoon gehaald, joh. Waarom ga ik hier naartoe? Dat weet ik niet, maar dat kost tijd, Sandring. Ja, nee, ik ga niet hier naartoe. Ik kan zo'n extra... Ah, wacht, dat is zo'n komeet. Nee, dat moet ik niet doen. Dat kost ik wel tijd in. Sander, je moet het niet doen. Waarom doe je dan nee, toch? Nee, dat heb jij gelijk in. Ik moet naar dat toe. Nee, dat is het eerste lijntje. Oh, wauw. Ik haat mezelf. Oh, hier. Het gaat lekker. Ja? Ja, gelukkig wel. Dat vind ik fijn om te horen. Het is alleen jammer dat het niet waar is. Oh, je bent zo'n leugenares. Ho, 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 ho. Dat is gewoon waar. Okay, ik ga even zo'n sterretje halen, mag dat? Jij mag dat. Hoeveel sterretje heb jij? 51. 51? 1. Dat is gewoon een... Niet 52. Ja. Well, ik ben zo'n reken wandering. Ja. I think you are too smarting to existing. Dus je wilt dat ik niet meer exist? Nee, oké. Okay. Nee. Dat is weer ik zeg gewoon dat het een gevaar wordt. Wanna race? Ja, ik wil racen. Laat me dan racen, man. Sander, heb je trouwens gisteren de mol gezien? Gisteren niet, maar vandaag wel. Wat vond je van de afvallers? Ja, wel heftig. Ja, jammer ook, hè? Dat ja, was... nee, echt. Ik had wel... Hé, dit is niet wat ik wil. Ik had wel, zeg maar, niet gehoopt dat hun af zouden vallen. Nee. Ik had eigenlijk... Ik vind die Nelus? Ja, Nelus. Die vind ik niet zo leuk. Nee, alleen die andere guy, die vond ik dan wel weer oké. Okay. Dus ja, had precies. Zoiets... Nou, voor mij had puur... Emmanuel en Jensel samengewogen. Weggemogen. Die elkaar toch al niet zo tof vonden. Oh ja. Nou, ik dacht wel echt dat die eruit zouden gaan. Maar gek genoeg gebeurde dat niet. Nee. Maar ja, hè. Het is de mol, niets is wat het liking. Precies. Zoals ze dat zeggen in het Engelsing. Oh, ik ga dit winnen. Denk ik. Hoop ik. Wie denk je op dit moment dat de mol is? Ik heb 2 verdachten. Ik vind dat dus echt heel lastig. Hm. Ik denk... Ik weet eigenlijk niet wat ik denk. Ik weet het niet. Nou, dat schiet niet op. Nee. Ik heb wel één iemand die ik niet verdenk in ieder geval. En dat is die bomenknuffelaar. Bart? Oh, ja. Dat is één van de 2 die ik verdenk. Oh. Nee, die verdenk ik juist niet. En ja, ik ben er sowieso slecht in, dus je moet mij gewoon niet vragen, maar... Maar dat doe ik toch? Ja, ik had het door. Ik vond die guy die met dat schermen zo snel afging, ja. Vond ik wel heel verdacht. Ja, precies.
Maar ja, dat is één actie die ik zo kan noemen. Voor de rest... Oh. Ja. Ik denk dus die Bart en Philippe. Oh ja. Ja, dat snap ik wel. Save the game. Oh, fucking motion controls. Saving the gaming. Do nothing. Pressing the starting button. Because it's not saving. Cosmic. Nee, nee, nee. Ja, of misschien wel. Ik weet niet wat Cosmic doet. Ik krijg magische poeder van. Oeh. En ja, dan moet ik. Dan ga ik. Dan ga ik. En kijk eens of die dan hard gaat. Sure. Het is niet te geloven. Maar het is zo. Dat klopt, ja. Ik heb er geen idee waar ik nu over ga. Maar dat maakt niet uit, ding. Ja, nee, maar dat hoeft niet. Hoe vaak moet ik die bitch raken? What the fuck? Oh. Dat ziet eruit als een... Mac like a staring. Ja, ja. Maar dat zal weer... Oh! Tegenvallen. Nee, dit is geen Mac like a staring. Dit is zo'n Shadow Mario namelijk. Dat vind jij niet zo Mac like a staring. Nee, dat vind ik zeker niet zo Mac like a staring. Oh. Hoe gaat hij naar beneden? Oh, zo. Op die ene manier. Nou, ik heb die ene manier nu wel gevonden. Ik sta nu wel actoring. Ken je dat, actoring? Ja, dat ken ik. Niet te verwarren met wactoring, wat dan weer betekent dat iets er niet is, zeg maar. Ja, ja. Ja, je weet het maar, ken je dat niet, wactoring? Oh, die guy raakt niet eens gepakking door het schilding. Ja, now I'm losing. Very sad. Ja, ik wist niet hoe je onder in de watering kwam. Magische poeder, hè? Nou, op ground pound. Dat mag ook. Dus dat vind ik geen magische poedering. Nee, oké. Magische poedering. Nou, maar ondanks dat ik zo net echt heel erg daarmee tijd verloren had, was ik best nog wel dicht in de buurt. Dus het zou kunnen zijn dat ik hem nu wel haal, als ik eventjes niet mezelf naai. Auw, hey! En weet je wat ik zo net deed? Jezelf naaien? Ja. Wojo, ik ben zo slimpie. Ja, ik kan returning to the observering, but dat heeft geen zin in. Volgens mij moet je dan echt alles weer opnieuw doen. En dan weet ik niet of de comet er nog is. That is something. Like, nu ben ik too investing. Too investing? Ja, ken je dat? Investing? Ja, investing kost geld in. Net als lenen. Precies in. We gaan zo'n guy parking. Zo'n guy parking. Oh. Au, Mario. Weet je wat? Altijd I'm going to returning to the observatory. Oh, dan kom je wel gewoon hieruit. Oh, what the fuck gebeurde? Dat was een stuk. Ga ik het nog proberen? Nee. Het is wel zonde van mijn tijd die ik erin gespendeerd heb. Maar als ik er nu nog meer tijd in spendeer en ik heb geen ster, dan is het nog zonder. Onthoud dat, kindertjes. Kindertjes, onthouden dingen die Sandring zegt, ding. Nou, niet allemaal. Ze zijn niet allemaal zo belangrijk. Nee, dat is waar. Wow. This shade. Nou, ik zeg gewoon dat je gelijk hebt. Dat is altijd zo, hè. Dan geef je iemand gelijk en is het weer niet goed. Wow. Wow. Hij geeft in mij gewoon gelijk in. What the freaking. Yo, Toad, kun je even opschieten met dit ding? Toevallig? Grievous bitch. Oh. Ik doe hier zo'n race en dan ga jij zeggen. Yo, weet je nog
zo'n treinstel, hoe dat werkt, daar doen we extra lang over. En dan zeg ik zo van, nee. Maar hij doet het toch. Beetje crazy. Nou, dat is een goede bewoording. Hij is zeker zo'n crazy guy. Dat is zo'n Engels leenwoord, hoorde je dat? Bewoording. Nee. Wojo. Crazying. Oeh, wat is dit nou weer dan? Dat is zo'n schroefie. Zo'n screw. Zoals dat in het Engels zouden zeggen. Zo'n screw? Screw. Ik dacht dat ze screwing zeggen in het Engels. Oh, je gaat voor het gevorderde Engels. Ik denk, doe even rustig aan voor je kijkertjes. Nee. Die zijn snappen dat inmiddels niet, al gewend hoe goed wij zijn, dat ze zelf ook goed zijn geworden. Ja, oké. Ik werd zo hard genaaid door het spel. Ik word er zo moe van. Ik werd genaaid doordat ik niet dit spelletje snap. Dat klinkt. En dat is pijnlijk. Nou, dat is misschien ook wel, maar dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe. That nothing to doing. Dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe. Oké, als het er niet toe doing, then it not to doing. Oké. Oh, dat kan dus niet. Het leven. Ja, heb je een leven minder? Nee, ik zei het leven. Is Peter geen keuring? Dat wist ik al. Ja, dat heb je ook ervaren, of niet, Sander? Ja. Jammer genoeg, in Welling. Oké, hoe kom ik daar? Wacht eens even. Je weet wel, mijn antwoord altijd er op die vraag is, hè? Eekhoorn? Magisch poeder. Ah, magische poeder. Eekhoorns in mijn broer. Candace toch. Doe even normaal. Dat kan helemaal niet, joh. Alhoewel, het gebeurde toch echt. Dat wou ik zeggen, ja. Oh, ja, zo werkte dit. Pip. Ah, het is wel een beetje crazy, die Candace. Zo'n crazy guy. Mam, Finny's en Furby. Ze zijn een titel zo aan het maken. Ja, onderhandering. Maar ze doen veel meer in zo'n vakantie, hoor. Echt, hoor. Op zoek naar Frankensteins brein. Bijvoorbeeld. Dieren verzinnen die echt niet bestaan. Ze stoppen en soms zelfs ze stoppen een aap in het zon. Jij bent zo slim ook gewoon. Hoe kan zo slim? Ja, maar echt. Acting. Oh. We zijn alle twee zo slim. Dat mensen er nog steeds kunnen kijken, joh. Nanden zou trotsing op ons zijn. Op ons? Signing. Nanden zit in de comments dat je trots op ons bent. Ja, dat moet wel even, want anders dan worden wij... Bozing. Oh, bozing. Oh ja, voor de mensen die het nog niet wisten, we hebben dus besloten om Mario Galaxy 2 niet te gaan doen. Dus we gaan na deze game direct door naar Odyssey. Ja, crazy guys zijn we. Een beetje. Zou ik haast durven zeggen. Guppy maar in Underground Lake. Hey. Je moet toch iets in het leven. Nee, dat wordt... aangezien ik geen controller heb voor de PC, wordt het aardig kut. En ik vind gewoon dat de Galaxy 2 in deze game had moeten stoppen. Dus dit is onze boycott. Ja. Gewoon eerst de hele game spelen en daarna de illegale game niet spelen. Dat is onze boycott. Dus eigenlijk zijn we gewoon goeie guys. Of wij snappen zo boycott goed niet. Wij zijn zo goed in boycott, hè. Oh, je wil niet weten. Oh, jezus.
crazy. Maar we hadden eigenlijk gewoon alleen Odyssey moeten spelen dan. Of alleen juist die tweede, maar dan ga ik hem nooit kunnen halen. Dus dat zou zeer jammer zijn. Nou, ik weet niet of het echt niet te halen is, alleen ik weet dat er een paar sterren zijn die praktisch onmogelijk zijn. Wegens motion controls en alles. Motion in controlling. Ik ga dood. Tip? Doe niet. Behalve als je kap bent, dan mag je het 8 keer doen en daarna moet je stoppen. Ja, maar Cat Mario zit er juist nog niet in deze game. Ho! Vader? Heeft hij ook niet zo'n Tanuki suit of zo? Nee. Hebben die niet ook 9 levens? Nee. Leven niet. Werkt dat niet? Zo. Nee. Setting. Heel setting. That is it. Setting. Ik moet naar links heen. Staat er een. Oh. Nou, oh. Doe dat dan maar. Mario, wacht dan wel eventjes totdat je ook nog overleven kunt. Stoppen in de vraag. Vraag nu wel heel veel van Mario. 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 Het spijt me. Mario. Maar je moet gewoon even. Kijk, dat is zo'n goeie guy. Oeh. Ben je trots op Mario? Hè? Nou, een soort van. Nee hoor, grapje Mario. Ik ben altijd trots op je. Als je het goede doet. Dus nooit. Het gebeurt wel eens hoor. Alleen niet zo vaak. Mario, dit was niet het goede. Mario, je... Zal ik je eens even wat vertellen? Nou, dit was niet het goede. Over Penius en Turp. En het Strooned House Leading. Nee? Nee. Oh. Nou, ik dacht nog wel dat Penius en Furbings. Expering. Wazing. Wat gebeurt er allemaal bij jou? Ze doen crazy. Auw, nee! Ik zei toch dat ze crazy deden? Dat zei je, ja. Ik had zo'n koning op. Nee, ben ik hier weer? Ja. Ik had zo'n koning moeten oppakken. Wat? Infiltrating the dreadnought. Nee, Chestnut is echt zo'n vies beest. Ik snap niet waarom je die in een infiltrating. Ja, door bij dit leveling. Oh, dit is een lang level volgens mij, als ik me goed herinner. En ik ben geen fan van lange levelings. Nee? Ah, geeft niet. Want je moet het maar zo bekijken. Elk level dat ik doe... Is een lang level. Is ook lang level. Maar dat komt omdat ik hem langing maak in. Ik geniet zo erg van deze game. Ja? Geniet je van deze game? Jawel. Zie je, jij liegt niet tegen mij. Nou, ik geniet wel van de game. Nee. Maar jij ziet zo. Kijk, erg. Weet je wat het is? Een beetje overdraving, denk ik, van jou. Kijk, weet je wat het is? Ik geniet zo erg van deze game. Dat ik vergeet soms dat het een raising. Oh, dat is het. Is. En dan doe ik dus chilling moding. Oh, tuurlijk. Nee. Hij gaat hem zelf indekken. Oh, sure. Nee, ik doe deze games. Ik ga nu mezelf echt indekken. Kijk, weet je wat het is? I do not playing snelling the Mario-ing. En dat is een beetje mijn probleeming. Oh. Dit was echt bullshit. Hier kon ik niks aan doen. Mm-hmm. Als je dit terugziet... Hier kon ik niks aan doen. Oké, je hoeft niet te janken. Janken dan, bitch. Die was zo gemeen. Ja. Die TikTok video. Ik vond het wel grappig. Maar stop je ook zo'n aap in het zop? Ik ging wel dood, omdat ik platgedrukt werd. Oh. Ja, maar dat doen ze niet in de zomervakantie. Nee.
Dat vind ik een beetje crazy je van dat, je. Deze dingen ook vertellen dat ze dat niet horen te doen in de zomervakantie? Het kan ermee te maken hebben dat het geen zomervakantie is. Of zoek ik het nou te ver? Zo'n achtbaan, die maken ze wel in de zomervakantie. Dat daar was ik bij. Daar was je bij. Ja toch, jij niet dan? Nee. Heb jij dat niet gezien? Ik was daar live bij. En toen ging Perry zo agent paying doen. Hoezo, heb je dat gezien dan? Normaal hoor je dat toch niet te zien, dat hij agent paying wordt? Ja, ik wel. Ik wel. Ja, ik ben zo'n crazy goeie. Guy, ja. Ik ben zo'n goeie guy. Ah, crazy guy mag je ook wel. Vooruit. Omdat jij het bent. Thanks, bro. Dat is eigenlijk een beetje. Oké. Okay. Oh, aardig. Nee, I'm joking. Auw. Dat was directe karma. Dat dacht ik wel weer, ja. Interacting. Echt hoor. Niet te verwarren met interacting. Wat ook heel cooling is, hè? Ja, dat is zelfs sociaal. Weet je zeker dat je van interacting houdt? Oh ja, nee, wacht. Sociaal? Nee, dan niet. Mario, waarom kan ik niet met dit ding werken? Dat weet ik niet. Ga je dan Mario vragen waarom jij iets niet kan? Nee, dit is de... Omdat hij de springing is. Het is niet grappig dat springen in het Nederlands springen is. En dat springen in het Engels de guy is waarmee Mario hoog springt. Vind ik wel funny. Vind ik wel funny. Hoog springing! Aget spring. Aget dead. Renoveerding. Ik loop nog maar 10 achter, behalve dan Milan ook. Eerste. Hoeveel loop ik achter? Hoeveel heb je? 41. Ik heb er inmiddels 53 volgens mij. Of 4. Dan moet ik opschieten. Als 53 is, dan ben ik in ieder geval niet achtergeraakt. Zowel, dan ben ik 1 ster achtergeraakt. Oh, je moet klaar. Dan ga ik Mario meet Mario zo'n speedrunning doen. Ben je dat niet de hele tijd dan, speedrunning? Jawel. Kom met je bullet bill. Ja, ik kan wel direct op dit ding gaan springen, maar dat heeft eigenlijk ook geen zin. Like, het duurt net zo lang. Wauw, wat dus... een diep onzin. Wat? Ik nee, dat is echt waar. Nee, ik heb het altijd niet tegen jou. Ah. Jij voelt je altijd niet aan de trolling. Oh, dat was zo'n aanvalmanaging. Wat? Voel ik me aangesproken? Oh, lekker op tijd. Hoezo voel ik me aangesproken dan? Nou, als ik zei van wat een onzin, dacht je meteen dat het over jou ging. Nou, ja. Ik was trouwens gisteren bij Justin en we speelden Mario Party en ik had gewonnen. Ja, op maar 10 jij coins. Bent ook zo. Oh. Ja, dat was echt heftig. Justin had ook bijna alle minigames gewonnen. Maar ik had toch. Zo'n gelukking. Ho ho, ik had gewoon goed gespeeld. Maar ook wel een beetje gelukking. Ik bedoelde niet vervelend of nee, zo. Nee. Nee. Fijn dat je het nu zelf ook door hebt dat ik laatste het niet vervelend minuut, Tannering. Ik kan nog net een leveltje in, dat is wel super nice. Ik net niet. Net niet, denk? Nee, ik zit nog in een leveltje. Oh, ik zit al op 55 sterren. Ja, en dan nog deze aflevering van best die erbij. Wel en
En ik heb nul progressie gemaakt. Ziggel? Progressie. Je hebt digressie gehaald. Oh, oh, die doen ook wat. Dreadnoughts, Colossal. Dreadnought? Yes. Die ken ik, dat is zo'n Pokémon-ing. Jij bent zo'n vermoeiend ding, alweer een. De tijd is op. Ja, nou, ik nog even niet. Ben je nog niet op? Hey, auw! Oh, dat is maar één keer. Oh, joh. Dit is no probleming for me, ing. No probleming for me, ing? Nee, het is wel een probleem voor me, denk ik. Ing, nee. Sandy, je zei net dat het geen probleeming was en dan opeens is het wel een probleeming. Zo werkt het niet. Dit was niet. Had je Will Smith nog gezien? Wat? Had je Will Smith nog gezien? Nee. Heb je dat niet meegekregen? Nee. Hij had een comedian in zijn gezicht geslagen tijdens de Oscars. What a crazy guy, ing. Ah, ik vond het wel niet gelijk ook. Ja? Ja, want nou, die comedian die deed dan grapjes maken en zo. Alleen, hij maakte een grapje over zijn vrouw. Dat die kaal is. Oh, en die is kaal omdat ze chemo heeft gehad. Oh. Wow, vind ik niet echt netjes. Nee, maar... Dat is waar. Aan de andere kant... Boeien. Nee, ik vind echt dat je dat niet kan maken. Nee, ik snap wel waar. En weet je... Iemand in zijn gezicht slaan is sowieso nooit slim. Alleen, ik snap ergens wel dat hij boos is. Ja. Kijk, Will. Important lessoning from meing. Kijk, weet je... Ik snap je boosheid. Probeer alleen niet mensen te slaan in de openbaring. Want dan hebben mensen weer zo'n mening in. Yep. En dat is gevaarlijk in. Met de internet in. Die had ik nodig. Dat is kut. We stoppen zo'n aap in het zoo. Oeh, wordt gebeld door iets uit Den Bosch. Ah. Ik ga zo even terugbellen. Wat? Je wordt gebeld door iemand uit Den Bosch. Ja, raar, hè? Den Bosch, more like Den Boos. Ah. Ik weet eigenlijk helemaal niet of diegene die je belt boos is, maar ik vond het wel een leuke grap. Hij is woest. Woesting. Woesting? That's crazy, ing. Oh, nee. What? Als je denkt, Sander, what the fuck is er mis met jou? Hoor ik vaker. Dat vragen we ons allemaal. Mario loopt door. Oeh, dat is gunstig. Dat is ook, is ook gunstig. Oké. Okay. Kan ik op dat dingetje springen? Nee, ik ga niet op dat dingetje springen. Ik ga op dat dingetje springen. Ik moet het opnieuw doen. Oeh, dat is wel kut. Stuk. Jij snapping mij zo goed in en ik heb zo'n sterretje in. Ik niet, ding. Ik ben nog even bezig, ding. Waarom moet altijd dezelfde Sander wachten? Okay, Sander. Altijd dezelfde, hè, die moeten wachten. Het is vooral grappig omdat het niet warring is, ing. Nee, het is wel echt ding niet warring. Dus. Verder gaat alles goed? Nee. No. Nee. Oké, ik ben nog een keer doodgegaan. Maar ik heb nog twee levenings. Sandring, ik heb nog twee levenings. Weet je? Ik gun jou er wel drie. Wajo, dat is echt lief. Yo, Siring, Ra-ing is living. Is hij Minecraft aan het spelen? Oh, dat weet ik niet. Het is maandag.
Hij staat op full screen, dus ik zie. Oh, zoekende naar nieuwe Minecraft modpack? Wat is dit? What the fuck? Hij is een false spoilering. Als jij straks even gaat bellen, dan ga ik even bozen naar die guy uit Paddy's Discord. En dan Paddy zelf eigenlijk. Is hij al klaar met zijn sandtag dan? Ja, daar vind ik niet kunnen. Hij stopt er waarschijnlijk geen aap in het sop. Nee, dat vind ik ook niks voor Perry. Ja. Ja. Oh, dat is eigenlijk niet gunstig voor mij, maar alsnog. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ga naar Sander's kanaal en abonneer op hem. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Ik wil mijn mening zeggen, dat is adios, amigos.